de intensive care van het Erasmus MC. Het Erasmus MC heeft de Green Deal getekend. Daarin staat onder andere het terugdringen van CO2-uitstoot en het bevorderen van een circulaire economie. In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen opnieuw gebruikt. Deze twee pijlers heeft het Green Team van de IC samengepakt om een nieuw project te starten. De materiaalstroomanalyse van de intensive care. In samenwerking met de Bolk onderzoeken we het verbruik en gebruik van materialen, producten, apparatuur en medicatie. Denk daarbij aan infuustechnologie met de pompen en de lijnen en de impact die dat heeft in de keten op milieu en CO2. Vanuit daar kunnen we met inzicht duurzame producten ontwikkelen en de IC duurzamer inrichten. Voor de intensive care is het belangrijk om de grootste vervuilers in kaart te brengen. Dat gaan we doen met de hele keten. Leveranciers, verpleegkundigen, artsen en ondersteuners. Hier gaan we de komende maanden mee aan de slag. Want samen kunnen we de intensive care groener maken. Wil je informatie of wil je bijdragen aan dit project? Stuur ons dan een e-mail.